Het is eigenlijk het zomertriathlonpak. Bijzonder mooi van Aptomia in een heel mooie kleurenstelling. Andere video laat ik hem meer uitgebreid zien, maar ik wil nog heel even de zeem showen. Hier zie je de zeem. Dit is gewoon een stukje stof, so don't worry. Het is natuurlijk een hele dunne zeem, hè, zoals je vaak ziet bij de triathlon kleding. Dus niet een dikke zeem die je kent bijvoorbeeld van de Assos en van de Castelli, van de Bioracer en Noordwave en de Agri en andere fietsbroeken. Maar dit is gewoon heel dun en dit is gewoon prima geschikt voor het triathlon. En vooral natuurlijk als je een kwartje doet of een halve wordt al redelijk lang natuurlijk, maar voor de echte bikkels onder ons. En natuurlijk de hele, hè. Ik bedoel, ja, we moeten het erover hebben. Ooit. Ik beloof niks, maar ooit, wie weet. Hij rit dus tot ongeveer je navel open. Zo dicht. Hij heeft dus geen kraagje. Althans, niet zo'n kraagje zoals je kent van een wielershirt. Maar hij is mooi open. Wat hij wel heeft, is hele lange fietsmouwtjes. En wat heel cool is, is dus dat dit heel erg dun aansluit op je arm. En ook hier, bij dit kleuraccent, heeft dus rechts oranje en links zwart. Althans, als je hem aan hebt dus. En hier is het ook heel erg dun. Dus super gaaf om te zien. En dan de achterzijde, waar je hier dus de dunne zeem ziet. Het kleuraccent dus in je rechte pijpje met de oranje mooie stiknaden. En je ziet er ook mooi de redelijk technische materialen. Dun, hij is, ik zou zeggen flinterdun. Dit is echt wel gewoon als het gewoon zomers, dat doe je niet eventjes in de winter aan. Althans, of je moet echt, nee, meestal niet. Natuurlijk gaan de meeste triatleten ook met longsuit vanwege drijfmogen. Maar als je echt iets heel korts en snel wil, zoals ik, dan deze. En wat heel erg opvalt is ook de hele brede pijp hier. En als laatste natuurlijk, had je opgevallen, deze steekvakjes. En die heb je hierheen en hierheen. Dus dit is hem. Ik denk, alleen functioneel, maar ook gewoon mooi. En ja, laten we eerlijk zijn, dat is toch ook wat waard. Hoe het alles erover in het vergelijk met andere triathlon pakken, zal ik in het bericht zetten. Mocht je dit op YouTube zien, zal ik de link onder de video zetten. Bedankt voor het kijken, hoop je er aan gehad. En we delen de video met een duim. Doei!